hasta que se lleva. Elke woensdag een nieuwe video. Word abonnee. Alleen Mohamed is er nog niet. Weet iemand waar Mohamed is? In de bus. Ja, hij zit altijd in de bus. Nou, dat wordt dus leuk met Mohamed. Volgens mij is hij al 2 keer te laat gekomen. Goed, huiswerk. Ja, dit ging deze les niet zo goed. Dus, wat gaan we doen? Ik ga niet meer zo mild zijn als de vorige keer met het huiswerk. Volgende keer, opdracht 7. Schrijf allemaal op. Opdracht 7 tot en met 12. En de volgende keer, ik doe even streng, ik geef even een strenge blik. Als je het niet af hebt, dan ga ik... Slaan. Slaan. Ja, lekker slaan. Niet wil je me ook slaan dan? Soms wil ik je ouders slaan. Ja, inderdaad. Maar ik beheers me. Maar als jij een briefje van je ouders meeneemt, waarop staat dat ik jou mag slaan... Dan ga je mij slaan. Dus als je je huiswerk niet af hebt, hè? Oké. Lijkt me heerlijk om jou. Vroeger, toen konden wij als leraren nog kinderen slaan. Wist je dat? Met een lineaal kon je... Patsch! 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 Nu is het al een strafbaar als je iemand aan zijn oorlel trekt. Trekken. Hou je van, hè? Leerlingen trekken zo'n mensen overal. Vind je dat lekker? Wat zeg je? Vind je dat lekker? Wat vind ik lekker? Aan je oorlel? Mag ik aan je oorlel trekken? Nee, niet aan oorlellen, maar... Ik snap niet waarom er gelachen wordt. In ieder geval, ik ben nog vroeger zo met de klas uitgezet. Zo, aan een oorlel. Maar dat mag niet meer als leraar. Je mag eigenlijk helemaal niet meer een leerling aanraken. Kijk, als ik jou aanraak, kijk zo. Ja, dan mag je me eigenlijk wel aanklagen. Maar goed, bij de volgende keer dus, als je het huiswerk niet gemaakt hebt, dan mag je een liedje komen zingen. Een liedje. Maar als iedereen het af heeft, dan moet jij een liedje zingen onder de klas. Als iedereen het af heeft, dan moet ik een liedje zingen. Ja. Oké. Wij kiezen het liedje. Ja. Maar dan mag ik voor jullie het liedje. Oké, deal. Oké, deal. Zo, even high five allemaal. Oké, deal. Deal. Oké, bam, bam, bam. Nog een keer high five? Nee. Oké. Nou, mijn liedje is als één iemand van de klas niet zijn huiswerk af heeft, voor de klas komen en dan mag hij klein kleutertje zingen. Want dan ben je eigenlijk ook wel een beetje een klein kleutertje. Dikke duim. Ga weg. Waar ga je naartoe? Ga hierin. Oké. Ja, en wat voor liedje moet ik zingen dan? Ja, maar ik denk dat het sowieso niet realistisch is, want ik is altijd wel eentje van jullie die zijn huiswerk niet af heeft. Ja, we gaan het zien. Dames en heren, het grote moment. Hallo? Het grote moment is aangebroken. Namelijk, vorige les hebben we het erover gehad. Huiswerk. Degene die het niet af heeft, was het ook alweer? Ja! En, dus jij hebt je huiswerk niet gemaakt? Nee. Ja? Oké. Nou, dat is... En daarna moet je alsnog naar Mulder. Maar als wij het allemaal afvallen, dan moet u een liedje zingen. True. Ja. Dat klopt, inderdaad. Nou, ik ben heel benieuwd. Wie heeft zijn huiswerk niet gemaakt? Ja, jongens. En die heeft iedereen huiswerk gemaakt. Nou, even snel. Nee. Mohamed. Ik hoor nog niet zingen. Ook. Nee, maar kijk, ik geloof het niet helemaal. Eerst zingen. Heeft iedereen zijn huiswerk? Ja, je hebt je boek niet over, Rens. Laat eens kijken. Shit, Rens. Wel, godsamme. 7 tot en met, ja. Was dat echt de afspraak? Nee, toch? Ja. Nee. Maar ik mag zelf een liedje kiezen. Nee. Jawel, ik zing gewoon een liedje. Wilhelmus van Maas. Nee, je mag zelf een liedje kiezen. Wat? Nee, I'm sexy als ik dans. Die ken ik niet, sexy als ik dans. Sexy en... Nee, die ga ik toch niet zingen. Oké, I'm sexy and I know it. Oké, klaar. I'm sexy and I know it. Met een dansje? Oké, I'm sexy and I know it. Dat doe ik toch? Dan beter. Dans. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.
Taxi. Yes. Zo. Dank jullie wel. Ik had het al een keer willen doen. Ja. Dat is hem. Nou, ik kom wel mijn woord na. Nee, dit gaat nu nog zingen, meneer. Ja, I'm sexy and I know. En het past ook zo'n toepasselijk lied voor mij. Toepasselijk lied. Dank jullie wel. Ga zitten. Nou, dus. Ik denk wel dat jullie volgende keer, om mij weer een liedje horen zingen, allemaal, weer jullie huiswerk af hebben. Nee, zeker niet. Volgens mij wel, toch? Ik ga nu nooit meer mijn huiswerk maken. Ik vond het heerlijk om te doen. Heerlijk. Die teringzooi heb je toch helemaal aan jezelf te wijten? Nee, dat is Senegator schuld. Anita, je kan ook even navraag gaan doen. Echt, ik ga haar kapot maken. Je gaat haar? Kapot maken. Wie ga je kapot maken? Senegay. Abonneer, like en deel.